Al deze woorden zijn de afgelopen eeuwen gebruikt om Kenau Simonsdochter Hasselaer te omschrijven. Van Kenau wordt gezegd dat zij een verzetstrijdster was ten tijde van het beleg van Haarlem van 1572 tot 1573. Er is sinds het beleg veel over haar geschreven, gedicht en gecreëerd. Hoe ze in deze publicaties naar voren komt, verandert sterk, totdat ze op een gegeven moment compleet uit beeld verdween. Hoe kwam het beeld van Kenau tot stand? Waarom was zij 2 eeuwen geleden nog de aanvoerster van een vrouwenleger en nu een beledigende term? Het idee dat het beeld van deze vrouw zo enorm kon veranderen door de eeuw heen, intrigeerde me ontzettend en daarom schreef ik mijn profielwerkstuk over de literaire verbeelding van Kenau. Dat Kenau eeuwenlang een inspiratie was voor de literatuur, blijkt uit de verschillende soorten teksten die ik over haar heb gelezen. Zo waren er toneelstukken, geschiedwerken, maar ook kinderboeken. Uit mijn bevindingen blijkt dat het beeld van Kenau vooral werd gebruikt om een politieke of maatschappelijke boodschap uit te dragen. Haar daden werden aangedikt of zelfs verzonnen, al naar gelang de boodschap van de schrijver. Uiteindelijk kwam het toppunt van de verering van Kenau in de 19e eeuw met het nationalisme. In diezelfde eeuw kwam Kenau ook ten val. Volgens de nieuwe vorm van geschiedschrijving waren alleen gegevens die uit officiële documenten kwamen objectief en dus waar. Tegelijkertijd was er een nieuw vrouwbeeld waar Kenau niet bij paste. Omdat er dus officiële gegevens van de heldendaden van Kenau ontbraken en omdat het beeld van een strijdende vrouw in die tijd absurd was, verdween Kenau uit de literatuur. Tot slot wil ik nog graag mijn begeleider meneer Oosten en mijn afdelingsleider meneer Schel bedanken voor de begeleiding op het laatste jaar van het Bernardus College.